Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Zoals jullie kunnen zien ben ik al helemaal aangekleed. Het enige wat ik nog moet doen is eten. En daarna ga ik gezellig naar de stad in Amsterdam met Cyrano. Dus ik ga nu snel wat lekkers voor ons klaarmaken. En daarna gaan we on our way to Amsterdam. Nou, ik heb lekker twee tosti's gemaakt. Eentje met kaas en kalkoenfilet en één met gewoon kaas. En ik heb koolbes met mango en coconut. Is het er geen? Nee. Oh, het is zo koud en de binnentuin is zo gezellig. Alleen vervelend voor de persoon die al die bladeren moet opruimen. En ik heb jullie niet laten zien wat ik aan heb. Mocht zij zo vriendelijk willen zijn om mijn outfit te filmen? Thank you. Oké, dit is de outfit van vandaag. Schoentjes van de Sarah, broek van de Sarah. Schoentjes van de Sarah? Oh, helemaal niet. Sasha bedoel ik. Ja, sorry, je hebt gelijk. En een colletje van de Sarah. Jas, kan alle goes. Tas Gucci. Horloge, Michael Kors. Kettingje. Amerika, ergens. I don't know. Dat was het. En... wat heeft Cyrano vandaag aan? Huts. Vertel het eens. Schoenen van de? ETQ. Broek van de Zara. Brede strui. Brede spet. En een oude woeders. En een sjaaltje van de Sarah. Zo. Doe maar hoor. Nou, zoals jullie kunnen zien zitten we in de trein. Want het verkeer tussen Almere en Amsterdam is weer bagger. Want je moet helemaal via Utrecht rijden en dat is echt heel omslachtig. Dus dachten we, weet je wat, we wonen toch bij de trein. We zetten de auto gewoon lekker bij de trein neer. En dan gaan we gewoon een paar haltes met de trein. Dus zodoende. En hij vindt dat niet leuk. Maar ja, het is gewoon wat het is. Het is een taartje geleden dat ik in de trein ben geweest. Een taartje geleden. Billa. Post halen beneden, maar mijn haar is net suikerspin en gedroogd stro. Het is echt niet normaal. Kijk nou, echt erg. Het is gewoon helemaal een pluizen kroezelbende geworden.
Ja, hij is stuk. Niet zo erg stuk. Het ging heel hard regenen. Dus ja, is dit het eindresultaat? Maar ja, ik wil mijn haar eigenlijk gaan stylen, maar ja, ik weet niet. We gaan nu naar ons huisje toe. En daarna weet ik eigenlijk niet wat we gaan doen. Misschien gaan we nog wat leuks doen, misschien ook niet. Dus ik ga de vlog nog niet afsluiten. Oh ja, en we gingen eigenlijk voor mij naar de stad. Maar kijk hier. Cyrano is alleen maar geslaagd. Bij de ETQ heeft hij 2 leuke schoenen gehaald. En bij de Bershka heeft hij echt een hele leuke trui gehaald. Hij is geslaagd. En we hadden trouwens bij de 3 Graafjes echt heel lekker gegeten. Ik had een club sandwich. En Cyrano had een Italiaanse bol met zalm, gerookte zalm. En die overheerlijke red velvet. Nou, we zijn weer thuis. Ja, het was best wel gezellig in de stad. Het was wel heel koud. Mijn handen zijn nog steeds koud, dus ik ga zo lekker douchen. Deze klittenbende hier ga ik helemaal wassen. En uitkammen. En ik denk dat ik mijn haar lekker ga stylen. Want ik laat jullie nog wel even zien hoe ik van deze afro, kinky afro, kroesa afro, naar stijlhaar ga. Dus, ik zie jullie zo. Zoals jullie kunnen zien is mijn haar echt zwaar ontbloofd. Ik was bezig met het uitfeunen, mijn haar helemaal droog maken. En ik heb gewoon geen zin meer. Kennen jullie dat? Je bent bezig in de avond en je denkt, oké, ik ga mijn haar lekker stylen. En dan, dit is al een hele klus om dit haar helemaal droog te krijgen. En daarna moet je ook nog gaan stylen. Dus ik laat het gewoon, ik laat het gewoon lekker zo. En morgen ga ik gewoon door, want ja... Ik heb geen zin meer. Ik heb echt geen zin meer. Het is ook zondag trouwens. Ik weet niet of ik dat verteld aan het begin van de vlog. Maar ik heb gewoon geen zin meer. En dit kan eigenlijk echt niet. Ik heb trouwens mijn Primark pyjama aan. En die zit zo lekker. Kijk even hoe cute. Deze dus. En als mijn haar zo is, heb ik altijd zin om te dansen. Dus dat ga ik ook gewoon lekker doen. Ik ben moe. Ik heb geen elastiekje nodig. Nou, in ieder geval, ik denk dat het wel leuk is als jullie zien hoe ik van dit stel haar heb gekregen. Dus ik ga de vlog nog niet afsluiten. Morgen nadat ik mijn haar gesteld heb. Zo. Ik word oud. Ik ben moe. Als ik morgen mijn haar gesteld heb, dan laat ik jullie even het eindresultaat zien. En dan ga ik de vlog afsluiten. Dus voor nu alvast wel te rusten. En ik zie jullie morgen gewoon weer. Doei. Hey, hey. Eindelijk klaar. En ja. Even laten zien. Binnenkort wel weer naar de kapper gaan om mijn puntjes te knippen. Want die zijn gewoon dood. Nou, voordat ik de vlog ga afsluiten, wil ik jullie nog eventjes mijn nagels laten zien. Ik heb dus laatst mijn nagels laten doen. En ik kies eigenlijk altijd een leuk kleurtje. Of echt nude-achtig. Of gewoon heel fel. Maar deze keer wist ik gewoon niet welke kleur ik moest nemen. Dus ik dacht, wacht even. Ik neem toch een nieuwe set. Dus laat ik gewoon een keer roze poeder proberen. En ik ben niet zo blij mee. Het is echt mooi. Het is... Ja, ik laat het gewoon even zien. Ik ben hier echt zo blij mee. Echt waar. Ik ga dit denk ik veel vaker doen. En ik heb het deze keer ook heel erg lang gedaan. Voor mijn doen is dit echt lang. Want ik doe het eigenlijk altijd kort. Nou, ik lieg. Ik heb het de vorige 2 keren kort gedaan. Maar ja, Amerika had ik het gewoon lang. Maar ik ga dit echt vaker doen. Ik ben hier echt heel blij mee. En ik stom er niet eens aan. Ik was echt bang dat ik niet fijn zal werken of wat dan ook. Maar het gaat gewoon prima. Ik ben echt heel blij.
Maar goed, mensen, bij deze ga ik wel de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vond je het leuk? Vergeet dan geen blauw duimpje achter te laten. En wil je op de hoogte blijven van deze leuke video's? Vergeet je vooral niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei doei!